Kannst du mir auch mehr nachlegen? Voor wie het nodig heeft. Gouden Paleis. En tovenaar van bewustzijn. Hele mooie kaarten, het Gouden Paleis. Dus al het moois wat je maar kan wensen, komt naar jou toe. Geluk, rijkdom, alles. En we hebben de tovenaar van bewustzijn. Dus het is allemaal goed. Laat het los, laat het gaan. En zie dat het allemaal goed komt zonder bemoeienis van jou. Zonder dat je daar iets in hoeft te doen. Iemand is heel erg aan het nadenken, is wat ik zie, wat ik voel. Heel erg aan het nadenken over iets heel erg belangrijks. Ik zie hier dat er communicatie gaat komen. Schildknaap van Pentakels. Er is een bericht waar je al langere tijd op wacht. En dat bericht dat komt er nu aan. Dat komt nu naar je toe. Het gaat een online bericht zijn met de wereld. De wereld is online, hè? Berichten die door via het internet worden verstuurd. Ook het reizen, hè? Dus als je binnenkort op vakantie gaat, bijvoorbeeld, dan denk ik dat je daar dat bericht gaat krijgen. Helemaal als je naar het buitenland gaat, want dat is wat ik hier zie, hè? Dus het buitenland op vakantie gaan. En dat je dan op dat moment een bericht krijgt waar je al heel erg lang op wacht. Want er is al geruime tijd geen communicatie met deze persoon. Dit is iets wat al langere tijd mist. Wat er dus niet is. En ik denk dat het ook heel zwaar is geweest, hè? Dat er geen communicatie was. Ik denk dat het vrij abrupt is geëindigd op dat moment. En dat het toch wel erg lastig was voor je. Dus dat het dat iets is geweest wat je moest verwerken. Wat erg lastig was. Hè? Dus je hebt het daar moeilijk mee gehad. Je moest daarvan helen. Je moest daarvan herstellen. En misschien is dit die vakantie wel iets voor jou om iets wat is bedoeld als afleiding, hè? Om even je gedachten te verzetten, je zinnen te verzetten, aan andere dingen te denken. Of je op vakantie gaat met
je kinderen bijvoorbeeld, of met ik zou zeggen met kinderen inderdaad. Misschien ga je naar een plek toe waar je als kind ook kwam. Dat het zoiets is, hè, dat kinderen er op die manier mee te maken hebben. Dat zou ook kunnen. En ik denk dat je op die manier probeert om verder te kunnen komen. Hè? Dus dat je probeert om het los te laten. Net als wat we in het begin hebben gezien. Hè? En zelf dus je geluk gaat zoeken. Uit het Gouden Paleis. En ik zie hier dat je dus voor jezelf dat nieuwe begin probeert te maken nu. Hè? Dus je wil opnieuw beginnen. We zien iets heel plotselings gebeuren. Er ligt een hele plotselinge gebeurtenis in de uitkomst. En dat is niet de communicatie die gaat komen. Want die komt al eerder. Die communicatie zie ik al eerder komen. En aan de hand daarvan ga jij een hele belangrijke beslissing nemen. Die beslissing heeft te maken met een bepaalde stabiliteit in je leven. En dan kan je denken aan iets wat dus heel stabiel is. Dus bijvoorbeeld een baan, een huis, een vaste relatie. Er is een belangrijke beslissing die jij gaat maken. Die beslissing die je maakt, die zorgt voor die verandering die eraan komt. Want die verandering, die gebeurtenis, die ligt hier in de uitkomst. Dus dit wat jij hier besluit, dat heeft invloed op jouw toekomst. Dus we gaan kijken. Wat dat gaat zijn. Dus wat is die communicatie die gaat komen? Wanneer komt die? Hè? Ik heb al gezien dat dat gaat komen als je in het buitenland bent op vakantie. Wanneer is dat? Wat gaat het voor communicatie zijn? Wat is die belangrijke beslissing die jij moet gaan nemen? En welke invloed heeft dat dan, hè, op die toekomst voor jou? En wat is die plotselinge gebeurtenis die daar ligt in die uitkomst? We hebben nog genoeg om naar te kijken. Ik ga verder met de legging in de verlenging. Ik zet de link in de beschrijving van de video, dus misschien zie ik je daar. En zo niet, ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké.